Beter gaan we. Ja, ga nu met Tante Roet. Tante Roet verder. Anders gooi je Roet in de date. Zo slecht, dat is goed. Ja. Goed. Wij waren gebleven in hoofdstuk B2. Was het weer Gimmel. Boas had Roet al gecomplimenteerd over twee dingen. Dat ze zo goed voor haar schoonmoeder zorgde. En dat zij de Gio had gedaan. Dat was in de vorige bezoek geweest. Hadden we over twee soorten beloningen. Over Hashem zal je betalen voor je werk. En jou zou belonen voor het feit dat jij constant je hebt geschikt onder de kant van haar schingen, onder de vleugels van de schingen. Dus je wordt betaald voor je daden. Iedere mitzwa apart. En je krijgt een soort honorarium voordat je altijd Joods bent. Dat blijkt dus, als we het hebben over je honorarium komt in de toekomst, in de andere wereld. Dat allemaal. Komt zo goed ook. Ja, dat is allemaal dat, ja. We krijgen dus twee potjes betaald. Het Joods zijn en het Joods doen. Is er een rente op? Nee, dat weet ik niet. Nee, dat salaris begint pas te lopen van het moment dat je daar bent. Dus, een hemelse toeslagenaffaire. Ja. Drama. Wel, Tomme is misschien geen minder. En dan antwoord. Roet. Ik heb een heel gesprek met Boas eigenlijk. En zij zei tegen Boas daarna. Em zo geen winnig. Ik hoop gunst te vinden in uw ogen. Adonie, mijn meester, mijn heer. Kini gamton. Want u hebt mij getroost. Gidi barto aleef sifrasen. Want u sprak tot het hart van uw dienares. En ik ben zelfs niet, terwijl ik niet eens ben, als een van jouw dienaars, van jouw slavinnen. Zij stelt zich dus heel nederig op. U heeft mij getroost. Laat me gunst vinden in de ogen. En zij zijn mijn meester, dus zij stelt zich onderdanig op ten opzichte van Boas. Want u heeft mij gesproken aan het hart van uw shifra, van uw slavin als het ware. En ik ben niet eens zoals uw slavin. Zij zijn nog meer dan ik ben. Zo ziet zij zichzelf hier tegenover Boas. En Rashi zegt dan ook, ik ben zoals een van uw slavinnen, enige shuba, ik ben niet eens waardig, zoals uw eigen slavinnen. De slavinnen waren echt slavinnen. En daarom zei die status voor zichzelf te danken. Nee, dat ze zich minder voelt dat ze muziek doen zo direct. Hoor. En de Malbi die legt dat helemaal uit. Maar Tom en Sogeen. Hebben wij die tekst? Nee. 2:13. Oh, dat is de eerste pagina onderaan. Ja, alleen die Tom en Sogeen, dat is dus begin van het van citaat. En dat komt altijd hier bij die kopie altijd een beetje. Aan de andere kant van de regio. En dan begint hij dus te zeggen, aga, nadat, shehodiano, hij haar had laten weten, dus Boas had Roet laten weten, maar doe hem wat ze geen been af. Waarom zij gunst vindt in zijn ogen, dat had hij dan gezegd, hè, je bent de Gio heb je gedaan, je bent trouw, je schoonmoeder enzovoort. Amro, ken je wat zo? Daarom zegt zij, mogen het wil zijn, ze hem ze geen hebben. Dat ik ook gunst vind in de toekomst in uw ogen. Kini gamton. Want u heeft mij getroost. Dit zegt Roes tegen Kermbos. En daarmee bedoelt zij wat zo, maar dat bedoelt zij bedieborishon. Het eerste wat u heeft gezegd. Shodiela, waarin hij zei tegen haar, dat hij haar nader tot zich zou brengen.
Dus je timse panososo. En dat zij haar broodwinnen zal krijgen. Al die lekkert. Door het verzamelen van lekker. Dus de gevallen korenhaar op zijn velden. Nigamossi heeft hij mij getroost. Maar meeselo motso nog een mimoos balen. Meer dan ik ooit heb gevonden na de dood van mijn man. En wat is dan die troost? Shinisho bliertommig, bejodo. Want zij is overgebleven zonder dat hij iets heeft nagelaten. Want ze waren allemaal verarmd. Dus ze was heel armoedig, ze had niets meer. Nee, helemaal niet. Nee, want het begon toen zij in de velden van Morf kwamen. Eerste wat gebeurde, verloren hun rijkdom, hun bezittingen. Toen waren ze arm en daarna stierven ze. Een beetje hetzelfde patroon wat we ook bij Iof vinden. Eerst wordt heel arm, al die ellende. Hij verliest zijn floten en zijn schepen en zijn handelswaar. En uiteindelijk sterven zijn kinderen. En dan... Dus hetzelfde patroon eigenlijk. Kimotso masham lechem etzlo. Dat zij vond niet geen enkele steun meer van hem. Aan broodwinning. Dat is het eerste. Obedibo asheni. En het tweede... De buiten aan leefschifot, dat u heeft gesproken tot het hart van uw dienares, u raakt mij als het ware. Roy ani, ik zie, shinner sheves, benecho, dat ik word gezien in uw ogen, ke agashif als een van uw slavinnen. Namelijk, shigo blu gamken, want ook zij hebben op zich genomen dat ze zowel de joods zijn. Kedien hashfog, zoals slavinnen. Die woont in het huis. Ja, je had die status als iemand een slaaf kocht of een slavin. Dus dan werd je ook lijfelijk bezit. En die slaaf, die Evert, of die Shifra, of die... Even op het neus is er nog niet. Ik heb een appje van Tatjana over Sjoor. Dus, als iemand een Evert koopt, een Evert-Kanaan. Zoals we die pasjes mispotten zien. Niet Joodse slaaf. Vanaf dat moment dat hij dus onderdeel houdt van het huishouden van de eigenaar, dan moet hij mitzvot nakomen. Dezelfde mitzvot als een vrouw. Dus mitzvot die niet aan tijd gebonden zijn. Hij krijgt automatisch een Joodse status. En dat geldt ook voor de slavin. En dus dat zegt Roetsen dus hier ook. Want ik ben zo'n even de slavinnen, Shikiblu, Gamken, die ook op zich hebben genomen dat ze zo de Joodse wet. Dat heb ik er ook gedaan. Kedien, has van God, zoals het eenmaal de wet is bij slavinnen, ze we een beetje zo. Bedubarta libon. En u spreekt toch tot hun hart. Lordierle hen altijd als u slavin krijgt. Om hen te laten weten, scharon, wat hun beloning is, bead Giroton vanwege hun giewe, moeftig maar Shem, dat is de beloning van Shem, die de buiten leidt dat u dat tegen mij zegt. U zegt zelfs tegen mij, ja, ik heb het jodelijk op mij genomen, en daarvoor zal ik een beloning krijgen. Nou, daar troost u mij mee, want dan plaatst u mij op dezelfde niveau, in ieder geval als uw eigen slavinnen. De zee. Maar zegt ze, Itzi, dat is voor mij de kabot gadol. Een hele eer te zo beschouwd. Ki anochi ben, want ik ben een van die in mijn ogen. Loyik aangezegd, ik ben zelfs niet als een van uw slavinnen. Maar Annie ben een niet. Maar goed, ik ben veel minder. Beroede en lager met hen dan hen. Maar Wata, u, Aliteni, maar u heeft mij naar boven gebracht. Nou, hiermee, Jot, geacht ze van zich, door te zeggen, ik ben een evolutie. Dus, ze voelt zich eigenlijk heel nederig. Ja, in Sefaria is het hoofdstuk 2, zin 14, in de kantlijn nummer 1. Maar we zijn in pasuk 13. Ja, nog. Ik dacht dat je al klaar was met de Malbim, sorry. Nee. U loopt uit. Bij mij is klaar. Bij jou uit? Ja, mij is klaar. Je hebt gelijk. Nu begint de Malbim 14, met die pasuk moeten we dat doen, ja. Ja, oké. En eigenlijk is die bescheidenheid van Roet niet terecht. Want er is een verschil.
tussen een geer Toshav en een geer Tzedek. Een geer Tzedek is die iemand die zonder meer de gio doet, niet van dat hij op materieel bezit is van iemand, maar iemand die vanuit geloofsovertuiging. En de ander had geen keuze doordat het gekocht is. Nee, dat hoort bij de staat. En dan is de eigenaar verplicht om die gio op te leggen aan zijn slavin. Dus eigenlijk heeft zij een hogere status dan de slavin. En toch voelt zij zich dan nederig. Er was in dit gezelschap iemand die een tijdje geleden vroeg wat het verschil was tussen een geer en een geer tzedek. Maar ik hoorde je nu nog een derde term gebruiken. Ben ik even vergeten. Nou, daar is... Toshav, zei ik. Geer Toshav. Er zijn er maar twee, Geer Toshav en Geer Tzedek. Geer Tzedek is iemand die vanuit de overtuiging Joods wordt. Geer Toshav is iemand die vanwege bezitsvorming Joods wordt. En dat is eigenlijk een iets lager, anders. Ja? Ik snap het. En een Geer zelf, een Geer is een vreemdeling. Ja? De een had keuze en de ander niet. Ja. Als de status van Boas is er zo ver boven al die mensen uitplaatsen. Hij was een shofeet, hij was een rechter. Ja. Hij was volgens de middels lid van het Sanhedrin. Ja. Hij was eigenaar van veel velden, groot grondbezitter. Nou, kies maar uit, maar acht ik. Maar ja, tot nu toe, hoezo plaatst zich boven anderen? We zullen zo direct zien dat hij dat niet doet. Op een hele andere manier. Maar hoezo dat is, waarom zou hij dat? Maar hij heeft lijfeigenen. Ja. Nee, dat geeft ja, goed. Dus wordt hem status toegewezen vanwege bezittingen. Ja. Maar ook, hij zou ook een chauffeur zijn geweest. Ook vanwege wat hij bereikt heeft als rechter. En, ja. En dat weten we dat hij een rechter, een chauffeur, dat een rechter was. Richter was, heette dat. Hè? Mm-hmm. Omdat hij staat bij Shahair, hij zat in de poort van de stad. Nou, altijd als er sprake is, in de poort van de stad, daar zit het dien of daar zit het zo. Dat was de uitdrukking. En dan, in de volgende pasuk laten we dus zien hoe hij met zijn knechtjes omgaat. Waar Jomela was en Boas die antwoordt dan aan haar, die zegt tegen haar. Le eten ochel. In etenstijd, dus tijdens die schaften. Geshi halom. Kom toch hier naartoe. Waar galt en je zult eten binnen leggen van het brood. Betawalt en je zult indopen, piteeg, dat is een ander woord voor brood, pad. Leg hem een pad. En je andere woord, bagomets in. Dat zijn. Tegenwoordig zou dat niet zo positief zijn. De Ibn Ezra zegt dat deed ze tegen de warmte. Tegen de warmte? Ja. Wat is je? En hij zat met zatte koffie. Oh nee, sorry. Wat heb je? En zij ging zitten. Sorry, met zatte koffie. Ja. Bij de Maaiers. Bij Jitsbadlo Kali. En hij bood haar aan Kali. Dat is geen geroosterde graankorrels. Wat toch al. En zij zat. Waar zij at, het is waar. En zij was verzadigd. Wat door zeer en liet nog iets over ook. Ja. Dat is dames en heren, mijn huis. Dat doet me denken. Ik had ooit een keer een dagtocht naar een aantal shuls in de Achterhoek in Twente. Met een groep van gereformeerde gemeenten uit Zwaardsluis. Want dat is echt letterlijk. Zwarte kousen. Zwarte kousen. Ja. Een hele dag toch? Nou ja, een hele vraag, maar verder niet. Maar in ieder geval, er moest ook een dinertje na afloop komen. En dat hadden ze dan bij Van de Valk in Ommen, in een restaurant. En toen kregen ze zo'n grote schnitzel voor ze hadden ze besteld. Ja, en een van die, al die mannen allemaal in zwart kostuum, drie delen zwart. Die vrouwen, bekend. En
Een eentje schoof aan en die kreeg een snitsel. En dat is mooi zwarte pakken. En die sneden met de mes doorheen hadden. Eén ging de andere. En pakte een servet. Wikkelde die dat vette ding. Dat is voor Thuis. In de binnenzak. Dat is voor Thuis. Een heel klein anekdotetje hoe die dag eindigde, dat was ook zo mooi. Maar dan moet ik altijd denken, dat zijn liefst iets open om in huis te nemen. Maar de hele dag geen glimlach. Heel ernstig. Die lachen dus niet. Ze durven niet. Nou ja, het valt allemaal mee. Ze hebben niks om te lachen. Nee. We hadden onze chauffeur gezegd, want die vaste chauffeur die rijdt vaak, met ons. Een beetje rustig. Ja, helemaal geen probleem. Dominee was er ook de hele dag bij. En die moest dus voordat ze wegreden vanuit zijn. Nee, dat is het erg voor mij. Nou, nee, dat is pas toch. Nee. Het gebed. Ja, nou, voor het eten na. Oh, ik dacht, voor het eten na. Ja, hebben ze niet. Ja. En toen reden we het dorpje Zwaardsluis weer binnen. En de dominee stapt op en schrijft naar voren naar de bus. Gaat voorin zitten met zijn microfoon. En laten wij nu de Heer danken dat hij ons behouden heeft thuisgebracht. Ja. En toen pakt de chauffeur zijn eigen microfoon. Nou zeg maar Hendrik. Toen was het even ijzig stil in de bus. Toen bulde iemand van lachen en toen was het helemaal los. De chauffeur heeft wel de volgende dag een hele keurige brief van de firma gestuurd. Maar dat heb ik goed onder genomen. En dan zei hij, nee, zeg nou maar Hendrik. Nou ja. Goed. Maar ja, we zien in de pasoek dat er allerlei verschillende termen worden gebruikt voor het eten. We hebben het over leggen. We hebben het over pat, pitek, ja, brood. En we hebben het over geroosterde graankorrels. Dat is weer wat anders. Ja. Nou, we zullen zien wat dat is. Moet je wel een goed gedicht voor hebben. In Frasje, zij doopte haar brood in de azijn. Mikaan, van hieruit weten we, Shagomets, dat de azijn is goed, neemt het saraf tegen de hitte. Oh, ik vraag hem waarom maar zijn, maar ik goed op het antwoord. Ja, dat de rasje zegt het. Ja. Rasje zegt het. Maar dit wil ik nu, en hij gaf haar rijten aan geroosterde graankorrels. Bij Josidlo, bij Eendodim, dat is geen, dat woordje bij het speet, bij Jitzbad, het aanreiken, dat is de enige keer dat het voorkomt in de nacht, zegt Rasje, die term. Maar het betekent aanreiken. In de Mishnah komt het wel vaker voor, het Zwita, ja, maar in de nacht is dat een onbekende term. Jaren later, de aardappeleters, toen dat in Nederland was, ja, bij de arme boeren, ja, werd ook azijn gebruikt. Ja, maar aardappelen werden. En beuzel. Dat is het. Wordt wat anders. Ja. Nou, er wordt in gebakken, maar azijn, ik vind dat zo. Het is toch niet zo schaar. Nou ja, dat gaat een beetje smaak. Niet dat je nou blijkbaar goed voor de tijd te geven. Oké. Okay. Een zuur van nooit van. Ja. Nee, het is zuur. Het is vlees verloren. We kijken wat de Malbim zegt over brood. Ja, in 14. Nog even wat ze dan Wajomla Boas. En Boas zegt tegen haar. Betochtig onderhand. Higia eet haar agil. Was het etenstijd geworden. En hier zien we iets over de status van Boas. Boas agal. Besulchan en gat. Boas at met één aan één tafel. Aan dezelfde tafel. In Makotschim. Samen met zijn maaiers. Samen met zijn knechten. En dat heeft een halachische reden. Kihapolim, zegt de man, want de arbeiders, die
die werken voor loon, die dus betaald worden voor hun dagloners. Eén bewaring werkt het Amazon. Bij Benson mogen zij maar twee rak steebrachot zeggen. Alleen de eerste twee brachot. Zeggen Hazon het Hakol en Klaas al Hazon. En daarna moeten ze opstaan en verder gaan met hun werk. Want anders heet het, dan verrichten zij hun godsdienstige verplichtingen in de tijd van de baas. Dus dat staat ook in de Shogunot. Dat wordt afgeleid uit de kameraad, dat iemand die in loondienst is, en in loondienst ja, moet eten, maar heeft niet het recht om het hele volledige mensen te zeggen, de eerste twee waren God, daarmee heeft hij een verplichting, dan moet je wel niet werken. Ook dat ook voor de slaven? Ja, ook. Is ja. Dat, want ook zij worden verzeild. Een slaaf krijgt ook loon, die wordt verzorgd. Ja, maar dat is niet echt loon. Nee, maar wel kost en inwoning. Ja. Ja, en dan moet hij verwerken. Of dat fiscaal belast werd, dat weet ik niet meer. Zal zich daar nu nog iemand aan houden? Nee. Tegenwoordig is het volledig bij het niet te volledig bij het. Ik kan het niet meer kopen. Nee, maar de arbeidersstation. Nee. Het is altijd een tijd van de baas. Nee, maar tegenwoordig is ook lunchpauze en cao's en dergelijke. Maar in de cao zou geregeld moeten worden dat je de tijd op de bent. Goed, maar wat gebeurt hier? Onderdeel van die regeling allemaal, maar kishabal habayit, maar wanneer de eigenaar meeser imahem bij hun aanzit, bewaging betekent dan, dan moeten zij het volledige mensen doen. Zoals in de Talmud de Maar Brachot staat, dacht er zijn. Dus als ze samen eten met de eigenaar, dan hebben de slaven of de werkers ook het recht om volledig te mensen. En daarom zat hij dus met hun. Ja, op bewaarde en natuurlijk, hij zegt mij hem, daarom zat hij met hen, le chayavim bij Birkat Hamazon, om hen daardoor verplicht te stellen om te mensen, en dan kunnen ze volledig mensen. Maar dan, nou, daar zien we dus, hij gaf de mogelijkheid. Dus dat is wel heel netjes van hem. Goede baas. Ja, toch even terug naar de status. Hoe Boas, Yashav, Beros, wel zat hij aan het hoofd van de tafel, maar Kotschim, Yashulamata. En de slaven, de werkers, die zaten dus voor hem. Ja. Maar hij zat aan het hoofd van de tafel. En dan zegt hij tegen haar, Ba'amalo, Kishihalom, kom hier naartoe. Niet bij de zin, jij hoort ook bij, ik kom maar ook aan het hoofd van de tafel zitten, naast mij. Shetesef lemala, dat zij zou gaan zitten met Sad Boaz, naast Boaz. Maar dat halom, de Malbim zegt dat in tussen haakjes, is dat een groot tussen haakjes? Ja. Umilat halom, de term halom, met zij, die duidt tamid altijd maar kom nale naar een hogere plaats. In met radico van de gewone, dus een hoger niveau. Waar zien we dat nog meer? Dat zien we bij Moshe Rabbeinu, bij de snee, bij de brandende bos. Daar zegt Hashem ook, kom hier naartoe, naar een hogere plaats. Nou, zeg maar één halom, helemaal goed. Want halom betekent duidt op malgoed, op koningschap. Dus hij zegt, voor jou is het waard om hier te zitten, dat duidt op koningschap. En wat had Roet met koningschap? De nakomeling van koning David. Ja, en eigenlijk haar vader was koning van Moab. Maar dat was nog niet zo hier. Dat had ze afgezworen. Dat was afgezworen. Toen groot dat misschien nog niet. Maar daarover gesproken, zouden Ruth en Orpa als prinsessen geen eigen bezittingen gehad hebben naast die van de familie van Naomi en Elimelech? Je hebt ze achtergelaten. Bij Orpa staat, zij keerde terug al Beit Aviga naar het huis van haar vader. Dus die keerde weer terug in het paleis. Maar tijdens dat ze getrouwd waren met hun twee echtgenoten, daar staat niet over dat zij nog in geband hadden met Moab.
Misschien vond de koning van Moab het helemaal niet leuk dat zij Joodse mannen waren hadden getrouwd. Nee, dat best. Want wij als Joods volk hebben niets veel met Moab. We mogen niet met hun trouwen, met hun mannen trouwen. De meisjes mogen niet met hun mannen trouwen. Dus de koning zal gedacht hebben, nou... Dan jij die ook niet met mij. Nee, dus misschien zijn ze wel onterfd of zo. Nou, daar staat verder niet zo. Nee. En dan zegt hij tegen haar: we ogaalt minnen leggen, eet van het brood. En we te bouwt pitteig en je brood doop je in de azijn. We ogaalt minnen leggen, en dan zegt de Malbim: ha leggen hoe ha shalem. Leggen is een heel brood. Dat is dus niet een homp brood. Maar een heel brood. Klein of groot. Ja, dat maakt wel niet uit. Hè. Maar lechem dus. Lechem hoe shalem. Lechem is een heel brood. Maar pat hoe gittoeg. De petitie. En pat, het piter, dat is. Een homp brood. Of een stukje brood. Of kruimelsbrood. Dat zien we ook bij matza. Lechem oni. Brood der ellende, of brood der armen, dat symboliseren we door wat te doen. Van welke van de drie matzot eten wij de mitzvah? Van de middels, of in ieder geval de middels. Ja. Ja. Samen met de eerste, omdat je ze gemist moet hebben. Hè. Maar de echte mitzvah, de matzot, en dat zien we ook bij Bafikomen, is van gebroken matzot. Ja. Dus, omdat we dus als leggen om, als brood te ellende, brood voor de armen, eet je geen heel brood, alleen maar pat. Dus alleen maar gedeeld brood, een stuk brood. Die werknemers, die kregen een stuk brood. Die kregen een stuk brood. En brood, die kreeg de eer van een heel brood. Precies. Precies. Zo daarom, Nathanlo, hij gaf haar leggen shalim. Een heel brood, shishalot, die voor haar zal zijn. Nou, dat zal wel niet een heel groot brood zijn, maar een éénpersoons broodje. Misschien wel ook van een oom. Een kadetje. Ze nam genoeg mee. Ja. Nou, dat staat ook achter in haakjes achter. Zullen geen lakken, daar nam ze het mee. En Mortel, wat overbleef, de beest werd naar huis. Ze kwam straks misschien met een heleboel naar huis toe. Ja. Ze komt met de check van de lekker die ze verzameld heeft. Zo direct zullen we zien wat er overblijft van de graankorrels, neemt ze. De grootste graankorrels en ook van het brood. Ze komt thuis in de jumbo. Maar oma loopt ze toch mijn kool haar leggen. En hij zegt, je zult van het hele brood eten. Waar pad, maar de stukken brood, ze dacht toch, die mensen waarvan af worden gesneden, nog om te eten bezoeden zo. In die maaltijd, titboom, gommes, dat doop je in de azijn. Nou, dus hij zegt een paar dingen. Kom hier vooraan zitten, op de plaats die passend is voor jou, en neem een heel brood. Dus hij geeft er echt status. Maar, wat is je? Zij zat, Ulamai, Hilo Joshua, maar ze ging niet zitten in Zaboas, bij Moas, maar, wat staat er ook? Wat zien we in de pashoek? Waar ging zij zitten? Bij die kotsrim. Ja, met kotsrim, naast kotsrim. Ja. Zij ging dus niet boven vooraan zitten, raak le matten met zatte kotsrim aan de kant van de Maaiers. En ook nog, en hij rijdt haar ook aan koliot le madanim, dus geroosterde graankorrels le madanim, als lekkernij. We natten lo, en hij gaf haar beseffa zoveel aardjes zover, totdat ze verzadigd was, en nog over had. Dat is voor dus. Nou, dan is het eten is voorbij. Dan gaan we dan weer weg.
Pasuk Tetum. Geef die de Maaierse opdracht. Batta kwam en zij stond op de lakreet om verder te zoeken. Maar ze bleef ook niet lang zitten, zij had gegeten. Het staat niet overigens over of zij ook benchten. De Maaiers konden benchten, die moesten benchten, want de baas zat erbij. Maar wat zei dat staat dus verder niet goed. Maar ze had wel een verplichting van benchten, want dat geldt ook voor de dames. Wat er kwam, de lakkeet. En zij stond op om weer veld te zoeken. Bij het Saf, Boas, El Naro. En Boas gebood zijn knechten, Lemma als volgt. Gam bena morim, ook tussen de schoven, de lakkeet, mag ze zoeken. Bedlo tachli muha. En je moet haar niet verschamen. Waar was ze nou op zoek naar? Lekkert. Ja. Nou, de vergeten koornaar. Ja, en de vergeten koornaar, die liggen dus eigenlijk achter de maaiers. Maar hij zegt, je mag ook tussen de koornaars schoren. Dus eigenlijk waar de maaiers nog mee bezig zijn. Daar is op dat moment niet echt van toepassing de wet van Lekkert. Dus hij geeft er meer recht dan ze eigenlijk. En je mag haar niet verschamen. De Malbim legt uit wat bedoelt je niet mag verschamen. Nou ja. Ja. Sectieachtige opmerkingen en dergelijke. Beschamen. Het is allemaal niks nieuws in onze zon. Nou, het gaat hier over iets anders. Oh. Ik denk het, het was toch niet het studentenkorps van de. Van de. Nee. Van de. We zijn dus nooit lid geweest van het korps. Maar als je dit toch. Niet, ja, dat je daar überhaupt bij wilt horen. Ja, nee. Nee, het is sowieso onbegrijpelijk wat er gebeurd is. Ja, totaal onbegrijpelijk. Dat mensen daarbij willen, dat mensen niet massaal opstaan en weglopen. Ja. Maar ja, dat is een cultuur. Psychologie van de massa natuurlijk. Het is een heel, heel klein percentage, wordt gezegd, van het totale studentenkorps. Ja, maar er zitten wel een heleboel mensen. Moet je zien, want ik heb er gezien gisteren op het journaal. Hoeveel er zaten? Er wordt gezegd dat nog niet 2% is van het totale studentenkorps. Maar toch, nee. Dat is wat je nou zegt, dat niet een paar zeggen, dan doei. Ja. Ja. Nou, wat daar kan lelakken. En zij stond op om te verzamelen. Ja. Mesaper, zegt de Malbim, kilom hem tino, zij wachten niet, atje wargwapolim, bicht Amazon, totdat de knechten gebenst hadden. Ze gingen ze eerder weg. Die een met Sarfinashim le Zimmer, want sowieso doet een vrouw niet mee met Birken van Zimmer. Met Nij Pritsuto, want dat is onwaardig als een vrouw ook meebenst met een man in gemeentegezelschap. Betekaf kama lulikot, en daarom stond ze meteen op om te verzamelen. En ja, dan is het niet helemaal duidelijk, want waarom zou zij opstaan? Ze had ook gewoon, als ze niet mee bent, zou vanzelf kunnen mensen niet meedoen met bench. Zoals wij dat ook tegenwoordig doen. Ja, wij doen dat. Dus waarom ze eerst... zoom is een paar seconden en de rest moet ze toch zeggen. Maar daar wordt dus niets gezegd over, maar dat ze niet mensen zijn. Dat is waar. Waren die Maaiers dan allemaal Joods? Nou, dat waren lijfeigenen. Dus die hadden de status dus van... Dus waren ze Joods? Hm? Ja, dus waren ze Joods. Dus waren ze Joods, ja. Okay. En toen zij dus opstond om te gaan verzamelen, als Sibbe Boas, toen gebood Boas aan zijn knechten, Lemoas volgt, gam ook bijna Marim Tlakheid. Ook, zij mag ook verzamelen tussen de schoven. Wat? Ze mag? Ook verzamelen, dus tussen de koorschoven. Dat zonnelam, maar daarmee wordt bedoeld. Im te lakeet ben amorim, als zij inderdaad gaat oppakken, verzamelen tussen de koorschoven,
Lotilgo le einache, moet je haar niet achterna lopen om te kijken. Im logon is het al mee. Of zij niet een of andere schoof meeneemt. Dus meer meeneemt dan ze eigenlijk recht op heeft. Ze bezeeg limo, want daarmee verschaam je haar. Want alleen door het nalopen om te kijken of ze allemaal volgens de regeltjes is, verschaam je daar, beschuldig je eigenlijk als. Maar misschien. Ja, misschien is het wel een kleptomaan. Misschien stilt zij wel. Ja? En dat op zichzelf, dus voordat ze nog iets gedaan heeft. Gewoon het feit dat je iemand met argusogen nakijkt, dat is al. Maar waren er dan bij die Mayas niet meer vrouwen? Dat je zegt, dat zij stond op. En hoe was het dan met de overvrouwen? Nou, het lijkt me toch dat iets, er toch wel, we iets over dat gehad, toch wel meer vrouwen om te zijn. In het begin heeft ze zich ook aangesloten bij de vrouwen. Maar goed, maar ik doe bij het eten. Dat alleen specifiek wordt gezegd, zij staat op en die andere. Blijkbaar zaten de vrouwen op een andere plek. Die zat ook niet met de Mayas. Want die werkte ook apart in het veld. Want eerst was ze bij de vrouwelijke Maestros. Bij de Maestros. Ja. En nu is ze naar de Mayas. Maar ze is gemengde publiek. Ja. Zie je wel een chronologisch probleem. En dat is. Zij staat op en ze gaat zoeken voordat zij ging naar Maya. Ja, nee, dat is helemaal niet. Want zij gaat zoeken op de plek waar de Maaier zal zijn geweest. Of er nog meer ligt. Of ze het over hebben gehad. Dat is met lekker. Want er zijn een heleboel Maaiers in een beeld. Dat er een lange rij Maaiers naast elkaar. En zij is alleen, dus ze kan niet overal tegelijk staan. Ja. Dus daarom staat ik ze ook vroeg op. Want daar heb ik nog even tijd om even de schade in te halen van wat ik gemist heb. Je mag op het veld achterblijven. Ja. Begam en Boas gaat nog verder met zijn instructies aan de Mayas. Gam shol tasholu lo. Maak het los voor haar, mensen wat zien, van wat er staat. Dat betekent, je moet ook de adem een beetje losmaken, dat het makkelijk is voor haar om die mee te nemen. En die zul je laten staan. Zodat zij kan verzamelen, zoeken. En je moet haar niet verwijten. Ik ben benieuwd hoe de oude vertaling hier van deze persoon is. Dat zij, 16. Even kijken. Ook kunt ge uw hartenwegen iets vergeten maken van de kleine schoven. Laat dit dan achter, opdat zij het inzamelde. Spreek haar hart aan. Ja, dus van hartenwegen, dus hij heeft gezegd, maar je moet ook echt iets laten staan voor haar. Ja, wees een beetje coulant met de maaien. Onzorgvuldig maaien dus. Ja, ja. Sociaal maaien. Het bijzondere is al die regels die hij dus aan de maaiers meegeeft. Ze moeten er hard voor werken om toch nog te verzamelen. Aan het eind geeft hij er een grote hoeveelheid algemaaid spul. Ja, ja. Hij moet wel die instructie geven aan die maaiers. Want zij hebben zelf niet het recht om dat te doen. Zij heeft alleen maar recht om wat. Nou, ja, dat is duidelijk. Ja. En de Maaiers hebben niet gezegd, nou, de Maaiers hebben gezegd om haar toe te stoppen. Want het is niet van hun, het is van de baas. Als de baas de instructie geeft om het meer over te laten, pas dan mag zij meer verzamelen. Maar hij heeft het dus geobserveerd en aan het eind besloten van, er komt nog veel meer. En hij had dan een heel plan blijkbaar uitgedacht. Ja, gaandeweg heeft hij dat uitgedacht. Ja. Hoe kon ze dat allemaal meenemen? Zoveel. Ja, het was een schort wat ze aan. Ja, dat is het klassieke plaatje. Nou, het valt wel mee allemaal wat ze meekrijgt hoor. Straks staat de hoeveelheid. Eva. Ja, dat komt de 2-3 bezoeken later komt dat zo direct. En dat valt wel mee hoor. Want,
Maar wel zoveel dat Naomi die gaat verbazen staan. Want er is meer gebeurd. Je hebt dus de graan, de lekker heb je meegebracht. Maar wat is dat? Het brood wat je meegebracht. En wat zijn die korrels? Dus je hebt meer gedaan dan alleen je meegekregen dan je eigenlijk werd. Wat is hier gebeurd? Maar dat zullen we straks allemaal over praten. Nou, ze kon wel verwachten wat er zou gebeuren, want ze heeft er ook instructies voor afgegeven, onder andere hoe ze zich tegenover Boas moest gedragen, als hij ging slapen, waar zij zich te rusten moest leggen bij hem. Ja, dat komt nog, dat zover zijn we nog niet. Nee, maar zij had vooraf, had ze aan Ruth die instructies gegeven? Nee, nog niet. Naomi had toch die instructies gegeven? Welke vooraf? Ja, maar niet bij deze beurt, de volgende beurt. Oh. Nee, zij moet nog die nacht s'avonds naar hem toe gaan. Dat moet nog gebeuren. Ja. Nadat ze thuis boodschappen heeft gezorgd. Ja, dat. Oké. Okay. Ze heeft wel laten zien aan Boas dat hij een gevoelige snaar geraakt had. Want ze geeft in feite de hart al weg. Je ziet het helemaal voor je, Max. Dat stimuleert hem om wat extra's te doen. Jij ziet het helemaal voor je, Max. Hè? Ja, zeker weten. Ik leef me helemaal in. Ja. Je leest je in of je leeft je in? Nee, allebei. Goed. Dan ga je gauw verder gaan hoe het afloopt. Ja. Rashi zegt. Begam shol tasholu. Als je zegt, shakach tiskehu, jullie moeten opzettelijk vergeten. Asu atzmachem, doe nou maar, ki ilu atem shochim, alsof jullie vergeten zijn gegaan. En dan komt dus, en volgens Rashi gaat het dan nog niet alleen maar om leket, om wat ze hebben laten vallen, maar ook om shikha, om de vergetenaren. Want er zijn er drie. Hè? Je hebt leket, shikha en pea. Pea, dat zijn de hoeken van de velden. Maar daar hield ze het nu mee bezig, want die moet je claimen, je hoeken. Dat is een soort vrijmarkt. Hè? Koning, ja. Wil koning, dat moet je echt een stalletje. Je reserveer je al het begin van de andere. Ja. Maar de man is heel expliciet, houdt heel strak vast aan. Het gaat alleen maar om leket, wat ze laten vallen. En Rashi de hele tijd heeft het over leket, of nu ook shikha. Doe alsof je vergeet. Maar de man die vindt altijd heel anders. Nee, je moet het losmaken. Je moet zorgen dat het omvalt. En dan kan zij het pakken. Dus ze heeft het niet over zich gaan. Maar als je het dus wel over zich gaat. En dan zegt Rashi ook. Waar komt dat woordje? Shol tasholu. Dat de man. De Targum, die vertaalde tatirun, je moet losmaken. Iets wat vast zit, moet je losmaken. En er is ook een vertaling van de Talmud, dat alles wat onopzettelijk gebeurt, wordt ook aangeduid met shalotten. Je moet dus... Maar doe alsof je per ongeluk iets losmaakt. En dan krijgt het ook een status van shikha. Want je maakt het los bij laten staan. Dus dan mag dus de... Zijn dus de schoven die normaal gesproken samengebonden worden, dat moeten ze niet al te strak doen. En wat de fout gaat, prima. Of de korenaren die staan, moeten gemaaid worden. Worden en als ze vergeten worden te maaien, dan mag je ze meenemen. Of als je ze losmaakt, en dus ook niet maait, maar losmaakt, dan mag je ze ook meenemen. Want dan heb je ze vergeten uit de grond te halen of achter te snijden. Maar en iemand die lekker shikha peya moet verzamelen, daar is aangewezen op de overleven, die moet wel al de dinim daarvan kennen. Want je mag alleen maar maximaal 2, geen 3 aren meenemen, want als er 3 zijn vergeten, dan heet dat geen shikha. Dat moet je wel allemaal weten. Je moet regels verschillen. En dat is ook wat de muizen doen, die kijken en ook heel aangemanend houden zich aan de regels. Dat daar waarschuwt Boas voor, dat moet je dus bij Roes niet doen.
Tegenwoordig gaat het met machinale oogstmachines en weet niet. Blijft er wat staan dan? Blijft er wat staan? Misschien. Hoop je maar. Uit soms zulke grote hoeveelheden, ja, ja. Een beetje wat blijft staan, geen probleem. En wat zijn die hapsvatim? Dat is de term van het savim, staan. Staan zijn, als je het rasje, amarim katanim, dat zijn hele kleine schoofjes. Die moet je laten staan. Dus nou, hoe moet je de details eruit zien? Ze krijgen dus instructies om haar de ruimte te geven om veel te verzamelen. En laten we kijken wat te mogen. Ik kan me voorstellen dat de maaiers er snel doorheen moeten. Die hebben geen tijd om alle minuscule kleine hoeveelheden te verzamelen enzovoorts. Dus dat is wat er ook bedoeld wordt. En het zou ook niet zoveel zijn, want aan het einde van de dag, die arme mensen die het verzamelen, aan het einde van de dag zijn ze nog steeds arm. Zoveel hebben ze ook niet verzameld. En ze houden dan geen rijkdom aan. Ze hebben te eten, dat is het. Oh ja, goed. Voor die dag. Ja. De volgende dag mogen ze weer komen. En dan zegt de Malbim in Tetzaien, we gaan Celtus Lomins, dus laat over van wat er staat, maak het los. Shetanichu Tzivatim, laat over deze schoofjes, de Torat Shikha, als Shikha. Het is niet echt Shikha, want Shikha is wat je echt opzettelijk vergeet. Wat je niet opzettelijk vergeet. Shikha is iets vergeten. En opzettelijk vergeten kan niet. Maar doe het betorat Shikha, alsof het Shikha is, deze tikken had dan op dat zij het kan meenemen. Waarom geeft hij haar niet gewoon? Nee, dat is de vraag. Het COVID voor komt dan het COVID voor haar? Ja, of? Ja. Het is het, niet als een armoedzaaier. Ja, precies. Dat is altijd het dilemma van Sadaka. Hoe moet je dat geven? Ja. En tussen de samenleving bestaat in wat rijke en arme mensen. En als de een heeft een paar noosten door een veld te bezitten, de ander heeft een paar noosten door te eten, door het verzamelen wat wij ze recht op hebben. Ja. Want shikha, lekker shikha peya, is ook het bezit van de armen. Het is niet het bezit van de eigenaar. Dus wanneer er maaiers zijn en er is iemand die achter hen aanloopt, zij verzamelt wat haar toekomt, wat van haar is, niet van hun is, niet van hem is. Is hun recht. Ja. Het is een sociaal stelsel. Als iemand recht heeft op WW, dat is niet dat is zijn geld, dat je gewoon recht op. Maar als je hem iets toestopt, meer dan dat zou dus begammen. Dat kan wat kunnen zijn. Waarmee zegt ook, waazaftem, en je zult die overlaten, die kleine schoven, kietsen wat Tim, Elie, ja, want dat moet, is ook heel duidelijk, die korenschoven, dat is geen lekker chikrapeen. Dat zijn kleine schoven. En als je losmaakt, dan blijven nog altijd schoven. Dat betekent, Elie, Gajavim, daar ben je verplicht over, betruma umasot. Van de opbrengst van het veld moet je truma, dus de heffing voor de koning geven, maar ze de heffing voor de levier en andere heffingen voor de armen enzovoort. En lekker ziek gaan peien, daar ben je van, die dat is vrijgesteld. Want dat is niet van de eigenaar. Daarom, wat hij dus zegt, je moet het overlaten, maar wacht eventjes, als je het opzettelijk laat staan, dan is het geen ziek, dan ben je in feite dus wel de heffingen verplicht voor de koning en de levier. Aangezien je beemmert, want eigenlijk in een shikha is het geen shikha. Daarom zegt hij, tikno, hij maakt een soort regel, yafkiro atam. Hij zegt, maak ze los en dan blijf het daar staan. En los betekent los van mijn verplichtingen. Ik verklaar het als hefka.
als niet meer mijn bezit. Als iemand bezitting heeft, veld of opbrengsten van mijn oogst, en hij zegt het is hefke, dus ik trek mijn eigendomsrecht terug, en iedereen die wil mag komen, dan ben ik ook niet meer verplicht om toe mijn master te doen. Maar degene die komt, die is dat dan weer wel? Die is dan weer wel verplicht, dat is wel. Ja, maar dan krijg je heel andere verhoudingen. Of een hefke patroon met hoort te maken. Want normaal gesproken, iemand die geeft aan arme mensen, die moet wel eerst voor die tijd moeten zijn heffing al hebben afgenomen. Je mag niet iets wat we tevel noemen, dus opbrengst, dat waar de heffing helemaal niet van af, dus zeg maar bruto opbrengst, die mag je niet weggeven. Je mag alleen een netto opbrengst, daarvoor mag je weggeven. Maar nu, wat hij dus nu doet, alles wat de maaiers laten staan, met welke reden dan ook, of per ongeluk of opzettelijk, hij maakt het hefke en dan. Maar dat moet Ruud natuurlijk wel weten, want over de sikro is er geen heffing verplicht. Maar over die losse, die kleine schoven, dus wel. Het is best ingewikkeld. En dan zegt hij ook nog, belictos is al verzameld door Tigarobo. Je moet daar niet terecht wijzen. Je mag er niets verwijten. En wat is dat verwijten? Wat Salome, daarvan zegt de Morbin. Wat Salome, daarmee wordt bedoeld. Begon of en hoe dan ook. Zutlaket. Wat zij ook verzamelt, dat ik haar. Verwijt haar niets. Af Zutlaket slokken in ook. Wanneer is er misschien iets mee wat haar niet toekomt. Uitzonderingspositie. Op de zee. Kolil hakal, en daarmee somt hij alles op. Ze toegal lekagat kavanafsa. Ze kan alles nemen wat haar goed dunkt. Want zijn intentie is, van Boaz dus, de vanafsa om haar te panosteren, dus eten te geven, begavot met respect. Dus, ja. Nou, dan, daarmee kan ze dus thuiskomen. Letterlijk. Ja. Wat ze goed zijn. Wat lakeet dat ze deed. En zij verzamelde in het veld Adhaya. Tot de avond. Wat tachbot eet asher liketo. En ze klopte uit wat zij verzameld had. Ze dorste het. Wij hieken Eva zorin. En het was ongeveer een eva aan gerst. Dat is een paar kilo. Ja. Dat is een behoorlijke. Zo zien waarom zij dat ging dorsen. Rashi die zegt hier helemaal niets. Maar de Wouwbeam die legt het wel uit. Wat Thomas. Wat lakeet? Ula. Hilo gochzwatim, zoals het gewoon. Toch heeft zij niet meegenomen van die vergeten schoven. Raak de lakeet lekker blabat. Alleen maar wat de maaiers lieten vallen. Niet meer dan dat. Zij hield zich heel streng aan wat zij dacht mee te willen nemen. Ook ondanks al die voorzieningen die Boaz dus had geregeld. En daarom staat ze, want de man die valt er door. Wat de laket was sade. Ze verzamelde in het veld. Het laket is likud, is de leket. Dus dat was er laten vallen. Was sade alleen in het veld. En dus, zegt de Marvin, wat betekent alleen in het veld? Raak wat lekker, lekker lebat. Belo lakte binnen Amarim. En zij verzamelde niet tussen de schoven raak met sade op het veld. Dus niet waar de schoven al stonden. Daar heeft ze niet meer gekeken. Raak ze lakte at de erf. Alleen verzamelde at de erf. Wel tot de avond. Dus de hele ganse dag.
Geen asverharwijn, daardoor kon ze veel verzamelen. Dus ze moest het hebben van de tijd en niet van de hoeveelheid. Patagbot, en zij dorste het. Dus ze sloeg de graankorrels uit de arem. En arem, dat was het, de stro, dat liet ze achter. Kedeesje Noegalassom, omdat zij het allemaal kon dragen naar de stad. Want anders had ze hele grote bos. Ja. Belot is het kas, omdat ze dus niet het stro hoefde te dragen. Naar mots, dat is het stof, weet je, dat, het kaf. Van het koren, het kaf van het koren scheiden. Nee, het kaf wel. Dus wel de korrels, ja. Maar dat die schilfertjes. Waarbij dorselen. Ja, dat kaf. Spreek, hoor. Ja, kaf van het koren. Koren nam ze mee en de kaf liet ze mee. En dan heeft de man weer nog iets over Bahike. Eva, sorry, als het Eva van Gerst. Hoe haar lekkert, dat is ongeveer de lekkert, haar olé, die het veld opbrengt. Kusjoosse arba koeien, dan gaat ze als het 4,5 koer groot is. De mate dat een hectare misschien of zoiets. Dus daar, je kunt er een beetje kijken wat er volgens de statistieken aan lekkert overblijft. Kemor, Shomar, bij Bruxelles, is zoals het staat in Bruxelles, de Pea, de Pea, bij de wetten van Pea, de Shuwen, de file, Dalet, Kabin, de Koer. Dat is 4 Kabin in een Koer. Dat is een hele berekening. Dus dat bracht zij dus mee naar huis. Dat is ook het gas. Kunnen we misschien nog net even doen? Ja, een hele korte Malbin. Patissa. En ze droeg het. Wat daar wel. En zij kwam hier de stad binnen. Wat tegenmata. En toen zag haar schoonmoeder. Eet Ashele Keto wat ze verzameld had. Nou, als een echte schoonmoeder had ze misschien gezegd: van, is dat alles? Nou, dat was dus niet het geval hoor. Zij was een echte schoonmoeder. Tot ze. Wat dit en loom. En. Wat toen zei, ze bracht het naar buiten. Ze had het in haar schoot en bracht het niet naar zin. Maar toen gaf het haar. Eet als je houdt hier aan de cello. Ook wat zij over had gehouden van na haar verzadiging. Dus niet alleen de lekker, maar ook wat ze over had gehouden aan brood. En die korrels. Die grootste korrels. En dan zegt de Malbim, wat tegen het hoor. Wat ze noemen, daarmee bedoelt ze rotsen, zij zag, Naomi zag het, we tameen, en ze verwonden zich al zij daarop. Kies lukke derg lekker, want dit is niet wat ze allemaal meebracht, is niet iets wat je gewoon verzamelt en mensen bij je mee gaat op één dag. Het was veel meer. Benosselus zei. En daar nog toegevoegd zijn nog normaal sorteren. Maar ze hebben ook wat ze over had gehouden van haar maaltijd. Nadat ze verzameld was. Dus zij heeft dus meer. Ze brengt dus meer naar huis dan normaal van lekker. Ja. Nou, in hoeveelheid lekker dat kan. Was dat de hele dag had ze dus verzameld. En ze had dus niet gewacht met benchen. Ze had ook niet tussen de aren, tussen de koren schoven gekeken. Maar ze had dus gecompenseerd door op het veld de hele dag te verzamelen. Maar dan ziet Naomi dus dat daar meer is verkregen dan ze normaal gesproken. Dat is normaal gesproken. Ja, die zit, ja dat is het meer. Wat zit er achter Max? Achter Max? Denk je Max? Dat het gezelschap is? Nee. Goed. Okay. Tot zover dan. Voor vandaag. Nou, dan zien we elkaar weer. Tot zo, geloof ik. Augustus, eind augustus. Onderhand hebben ze heeft nou meer goed iets te eten tot ze zover is. Nou ja, goed.
Dan moest je binnenkomen, Janky.